Het is woensdag en ik begin vandaag een nieuwe vlog. Ik heb net de oude afgesloten en het gaat in één streep door lately. Dit weekend een hoop leuke dingen. Ik heb een vrijgezellen feestje van een vriendinnetje van mij. Heel veel zin in. En dat is tijdens de Pride in Amsterdam. Op een boot. Dat wordt heel gezellig. Ik hoop wel dat ik het een beetje ga volhouden. Omdat ik natuurlijk nog niet zo lang kan zitten. Dus dat wordt nog even een kleine uitdaging. Maar goed, ik hoop dat ze begrijpt als ik op een gegeven moment weg moet. Dat dat is niet omdat ik niet meer wil, maar omdat ik letterlijk niet meer kan. En ik moet dan natuurlijk ook nog naar huis vanuit Amsterdam. Dus nou, dat gaan we zien. En zondag hebben we de verjaardag van mijn nicht en haar kindje. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus het wordt een druk weekend. Dus dat betekent dat ik om die activiteiten heen heel veel ga rusten. Maar ik neem jullie gezellig mee. En ik heb wel wat pukkels. Misschien dat ik straks even masker hier doe. Even een theetje zetten. Ik was trouwens net vanmorgen helemaal mijn haar gewassen. Zo ben ik echt helemaal zeiknat geregen. Maar goed, mag niet. Ik ga even wat eten ook, want ik heb honger. Het is 4:30, maar ik heb toch honger. En voordat we gaan eten, zijn we al over verder. Get in het bad. Laat je mama toch niet los. Je stapt niet in de onderbroek. We zitten te lunchen. We hebben voor Eden deze schoentjes voor vakantie. Dit zijn, dat zijn mooie schoenen, hè? Dit zijn slipstops, heet het geloof ik. Ik zal het even laten zien. Slipstops, zo heten ze. Slipstops. Het hele idee van deze is dat je dus gewoon in en om het zwembad mee kan zonder uit te glijden. Aangezien zij de hele dag gaat staan. Is dit wel heel handig? Is dat? Ja. Gekkigheid, hè? Ja. Wij zitten in de trein naar de Pride, naar ons vrijgezellen feest van een van onze beste vriendinnetjes. En ik heb net al geflitterd, maar ik ga nu hier nog even wat flitteren met deze flittertjes. Nou, die is ook helemaal klaar voor de vrouw. Dit is dus goud. We gaan meteen gebruik maken van de dictie. We zitten natuurlijk zo meteen op die boot. Dus dan wordt het helemaal niks meer. Kijk, de glittertjes. We gaan ervoor. Nou, we zitten jongens. Iedereen heeft shirts aan. Ik heb gewoon zeker ook. Iedereen heeft shirts aan. Ik ook. Waterpistool. We zijn er klaar voor. We zijn aan het wachten op de buit. Maar ze is kwijt. De spanning stijgt. Had je begonnen? Ik zit in de trein terug, ik heb nog vrij lang voor. Maar nu
huren. Ik wil eigenlijk al een tijd geleden niet meer, maar het was niet echt een manier om weer te kunnen. En in de trein. Zometeen eten. Ze kan heel moeilijk uit de woorden. Ik zag het echt heel gezellig. En heel wel een lichaam. Ik was een beetje bang voor de pijn. Eindelijk op de vaart en echt heet het stapvoets gereden. Was erop. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb mijn haar een beetje opnieuw gedaan. Een soort van half. Zo. Het was gisteren echt heel gezellig. Nu heb ik vooral heel veel uitgerust. Ik ga nu even wat aantrekken, want wij gaan zo naar een brunch toe van mijn nicht. Dus dat is heel gezellig. Dus daarom heb ik nu vooral gelegen. Niels is zo waar ook gaan slapen. Moet niet gek worden. Dit is misschien niet. Ja, het was een beetje vervelend aan het doen. Dus ik zei ook van, wil je anders even uit? Maar dat doen we die wel. Dus blijkbaar had hij dat even nodig. Dus die is even gaan uitrusten. En toen kon ik ook mooi uitrusten, want Sven ging hardlopen en Elin ging slapen. En uitrusten is eigenlijk voor Niels is ook gewoon slapen. Alleen noemen we het dan niet zo, want dan wil hij het ineens niet. En nu ga ik even kijken welk corrigerend ondergoed ik aan kan. Want ik wil eigenlijk, waar is dat ding? Ik wil eigenlijk dit ding aandoen. Sven zei dat het heel warm was. Dit aandoen met een witte broek, maar dan moet ik wel eventjes een de meeste van die poserende dingen hebben, zeg maar tot hoog. Oh, misschien kan dit ook wel. Ik ga deze wel even proberen. Dit is wel een beetje sensueel, maar dat maakt zich niet uit. Ik ga deze dat even proberen. Dit is het geworden. Moet ik nog eventjes, ik denk dat ik gewoon gimpen aandoen. En even sieraden. Oh, Chernobyl. Wat een dino's. Hij is natuur. Kijk, even bandenspanning doen, dus ik ga even helpen. Ja, daar gaat de chef. Eden heeft vele vormen van kruipen. Dit is er één van. Eden, kijk, hallo. Daar. Ja, daar gaat ze weer. En soms gaat ze zo dus. Met handen en voeten. En soms gaat ze dus. En soms gaat ze dus op handen en voeten. En soms gaat ze als een zeehond. Dus kijk, nu gaat ze weer op handen en voeten. We hebben mini bloemkoolpizza's, want de picknick was weer zo fantastisch, want de grote waren blijkbaar onvast toch op. En dus kregen we de kleine ter vervanging. Helemaal goed. Hallo, Pringle. Dit is zo'n mooi pasluzje bij. Wat wij trouwens tegenwoordig doen, is... met de hapjes, met avondeten... doen we zeg maar zo'n half potje ovenrit voor 12 maanden. Dit is dan gemengde groenten met aardappels en kalkoen. Die geven we haar en daarna krijgt ze nog even met de pot mee, zeg maar. Dat werkt eigenlijk heel goed, want zo krijgt ze genoeg binnen. Ik zie dat haar lievelingsstelstuk deze is. Helemaal fantastisch. Deze pasta met groenten. Abrikoos in citroensaus van Albert Heijn Bio. Die vind ik echt geweldig. Maar ja, dat is dus wat wij nu doen. Oh jongens. Maar dat werkt heel goed. Want dan heeft ze alvast dat hapje binnen. En zeg maar, dan kan ze met ons gewoon nog, meestal is dan iets wat ze meet, is dan groenten of aardappeltjes. Of, nou, meestal groenten en aardappeltjes. Of groenten en wat pasta, maar het hangt er ook een beetje van wat we eten. En als we iets eten wat zij niet zo makkelijk mee kan eten, dan maken we gewoon alleen een hapje. Maar meestal doen we het zo, dat werkt eigenlijk wel goed. Want zo'n heel hapje krijgt ze dan, dat eet ze namelijk niet op, want ze wil altijd zelf eten. Maar als ze zelf eet, dan krijgt ze niet genoeg binnen, denken we, omdat het best wel dun is.
En zo krijgt ze wel genoeg binnen en is ze ook niet zeg maar, daar al klaar mee. Dus het werkt eigenlijk heel goed. Dus dat even ter informatie. Net even alle bedden gewassen en zo. Ik heb net even een uurtje gelegen en mee stilgekeken ondertussen. En nou ja, zo komen de dag door. Ik heb nu echt weer mijn pakpak aan, zeg maar. Gewoon voor de extra steun. En nou ja, we zijn op tijd met eten klaar. Het is nu 6:15. Dus dat is lekker. Dan hebben we nog eventjes met de kids. Die toch? Doe maar, Mathilde. Hele lang daar. De sterren, denk ik. En de... En ligt op bed. Niels is nog even te spelen. Ik ga mijn make-up eraf halen en dan Niels naar bed brengen. En dan ga ik de vlog afsluiten voor deze week. Want ja, nu zijn mijn weekenden weer iets. Gebeurt weer even iets meer dan voorheen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Snapt jullie dat verhaal van het weekend net trouwens? Wat ik dus bedoel te zeggen is, voorheen vlogde ik dus iets. Zeg maar, de afgelopen weken vlogde ik dus iets meer de hele week door. Ja, dan had ik wat beeld, omdat ik natuurlijk nog niet zoveel kon. Dus niet zoveel mee. Maar nu doe ik weer meer, dus ga ik het gewoon weer tot de weekenden beperken. En natuurlijk straks de vakantie en zo. Maar goed, voor nu ga ik hem afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot de nieuwe vlog.